Een hele goede morgen, vrienden, hier in Den Haag. Wat een uh, voorrecht om hier weer uh, eens te mogen zijn. En uh, wij zijn hier niet zo van de tradities, denk ik. Ik in ieder geval niet. Maar toch moet ik erbij zeggen dat... Uh, zo in de loop der jaren... Uh, daar toch als vanzelf bepaalde gewoontes in slijten. Want uh, het is niet voor de eerste keer dat ik hier de naam van een klein kind mag toelichten. Ooit heb ik dat trouwens ook nog gedaan van de namen van onze eigen kinderen, Boaz en Jagin, herinner ik mij, vele, vele jaren geleden, dat zal ergens in 1999 geweest zijn. En van, uh, van Sam en van Jesse heb ik dat ook ooit uh, mogen doen, bijbelse namen, waar ik een toelichting op mocht geven. En een, uh, een maand of wat terug, toen uh, werd mij de vraag voorgelegd of ik dat. Uh, deze zondag ook wilde doen als het gaat om de namen die uh, nu ook al voorbij uh, zijn gekomen. Nou ja, in verband uh, met uh, het opdragen of het voorstellen van Abby, Hannah, Elise. En ik zal u vertellen, alle drie de namen zijn, uh, hetzij direct, hetzij indirect, bijbelse namen. Laten we dat uh, maar eens eventjes uh, nagaan. Nou over Abby uh, ga ik het uh, straks uitgebreid hebben. En dan vervolgens Hanna. Nou dat moet ook duidelijk zijn. Is ook een, inderdaad een uh, onmiskenbare bijbelse naam en betekent genadig. En we, we kennen Hanna natuurlijk vooral uh, als uh, de moeder van Samuel ooit. En trouwens, er zijn meerdere. Personen die uh, deze naam droegen. Anna, de profetes, maar is in feite ook dezelfde. En Elise is, maar die is wat indirect, is ook een Bijbelse naam. En dat is namelijk afgeleid van, nou ja, dan kun je twee uh, kanten op. Van Eliseba, en dat was de vrouw van Aaron. Uh, die is inderdaad niet zo heel erg bekend. Maar El Eliseba betekent eigenlijk mijn God heeft gezworen. Mijn God heeft een eed uh, gedaan of een eed gezworen. Dat doet hij trouwens niet zo heel vaak. Maar bij gelegenheid lees je dat. Dat is eigenlijk om de belofte te bekrachtigen. Gods woord en belofte zijn sowieso vast. Maar als hij een eed zweert, en dat wil zeggen hij de hoogste roept hij aan. Hij zweert dan dus in feite bij zichzelf. Ja, dan, uh, dan mag je wel opletten. En... We kennen de naam vooral dan als afleiding, Elise, als een afleiding van Elisabeth. En u weet, dat was de moeder van uh, Johannes. Johannes de Doper, wel te verslaan. Uh, trouwens, uh, er is iets aardigs, uh, een aardige overeenkomst tussen die beide laatste namen. Want zowel Hanna als Elisabeth, die waren onvruchtbaar. Ze konden geen kinderen krijgen. Maar, en dat zie je zo vaak in de Bijbel. Uh, door een goddelijk wonder. Uh, werd er, uh, werden deze onvruchtbare vrouwen alsnog. Uh, moeder. En uh, de Bijbel legt, uh, wordt er, in de Bijbel wordt dat ook zo toegelicht. Dat, dat hun lichaam eigenlijk verstorven was. Dat is de Bijbelse benaming. lees dat maar eens na in Romeinen 4. En dat wil zeggen: niet in staat om leven voort te brengen. Maar goed, dat fenomeen kennen we vooral al. In het boek Genesis van de aardsmoeders van Denk aan een Sarah... Uh, en de volgende generatie, Rebecca, en de generatie daarop van uh, Rachel... lees je ook dat zij uh, niet in staat waren om kinderen voor te brengen. En niettemin, God brengt leven in de dood. Maar in feite, als ik het zo zeg... dan komt daar in, in feite meteen ook weer uh, die universele bijbelse waarheid naar voren. Namelijk uh, het... De waarheid dat God, de levende God, sterker is dan de dood. Hij overwint de dood en hij brengt in een toestand van sterven en van dood, brengt Hij leven voort. Maar feitelijk gaat daar toch het hele goede bericht, het Evangelie, over: namelijk dat God de dood overwint. En u zegt, je loopt een beetje vooruit op, uh, over twee weken, maar ik kan natuurlijk ook omkeren. We lopen een beetje achter. Want uh, het, al 2000 jaar geleden is dat feit namelijk al historisch bewezen. Op de derde dag dat uh, na zijn sterven, dat Jezus het graf eens voor altijd definitief. Achterliet en de steen werd weggewenteld. En sindsdien kennen wij het fenomeen van leven. Met allemaal hoofdletters, namelijk leven dat de dood achter zich heeft. En dat is dus echt leven. Nou ja, daar spreekt de naam van, 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 van ja, zowel Hanna als Elisabeth van. God zweert een eet. En die eed houdt ook inderdaad in dat Hij Zijn genade bewijst, Hanna. En dat hij leven doet triomferen over alles. Dus ja, uh, neem me niet kwalijk. In die namen, ik weet niet of daar uh, zo over nagedacht is, maar ik ben blij dat ik in ieder geval dat nog zo, zo mag toelichten. Dat in die namen van Hannah en Elise al een geweldige bijbelse waarheden ligt besloten. En uh, het maakt je blij. Uh, de wetenschap dat er één is die alles bedacht heeft, alles gemaakt heeft. En, en hij is trouw. En hij heeft beloofd. Sterker nog, hij heeft gezworen. En hij maakt het waar. En hij gaat zijn genade bewijzen. Ja, aan elk schepsel. In feite, dat heeft hij ook gedaan. En hij zal het ook volvoeren. Nou, en dan blijft natuurlijk die naam, de roepnaam, de eerste naam uh, nog over. En Abby. En. U zag het al eigenlijk op de eerste sheet die ik toonde, is afgeleid van de naam Abigail. Dat is de wijze waarop wij dat dan uitspreken. En of Abigail de, op zijn Engels. Maar Abby is de afleiding daarvan. Trouwens, ik uh, vond uh, dat er nogal wat meer, uh, allerlei varianten daar dan alweer van zijn: van Abby. Ook uh, qua spelling trouwens. Grappig trouwens dat die eerste Abby, uh, dat eigenlijk in het Engels betekent een abdij zoals bijvoorbeeld de Westminster Abbey. Dat is eigenlijk een, een, een afleiding van een abdij. En dat heeft weer te maken trouwens met een abt, een vader, Abba. Nou ja, uh, Abbey, Abigail of Baikal. Het zijn allemaal varianten op dezelfde naam Ab Abigail. En de betekenis van die naam. Het is nog niet eens vanmorgen naar voren gebracht, maar dan, heb, dan wil ik dat bij deze meteen even zeggen. Dat betekent mijn vaders vreugde. Nou ja, uh, je, er zijn ook daar nog weer verschillende verklaringen van, maar in ieder geval, uh, het is afgeleid. Het, er zitten twee elementen in, en dat is in de eerste plaats ab, en dat is vader, abba, en dat geel, of geil, of ja. Gil, dat is het Hebreeuwse woord voor vreugde. Of voor vrolijkheid, of voor levenslust. Uh, dat, is, dat is heel apart. Maar abigail is dus uh, ja, is een, uh, een geweldige naam. Uh, en we kennen, laat ik dat dan meteen maar even zeggen, en daar ga ik het straks uitgebreid over hebben. Het is vooral bekend als de naam van een dame, een vrouw. De vrouw van Nabel. En we zullen zien. Ook de tweede vrouw van David. Hij was eerst was ze getrouwd met Nabel en later met, met, met David. Een, ik moet er ook nog eventjes, als we dan toch bezig zijn, voor de volledigheid er even bij vermelden: dat uh, Abigail ook trouwens de naam was van een zus, of eventueel een halfzus, dat, dat staat te bezien, van David. Dat wil zeggen, het was een van de dochters, of aangenomen dochters, dat, dat is niet helemaal duidelijk, van uh, Isaï. Ik, uh, ik heb de bonnetjes erbij geleverd. U ziet de teksten, dus u kunt gewoon uh, nazoeken. Dus uh, dan, uh, dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. En vanmorgen, en dat is uh, de insteek die ik dan, uh, waar ik voor gekozen heb... Uh, zullen we ons beperken tot de bekende Abigail. Nou ja, ik zeg de bekende. Ik denk, ik ga het niet doen hoor... maar ik denk dat als ik een test zou doen... dat er uh, heel velen... <laughs> Uh, dat er heel velen hier uh, niet eens zo, 1, 2, 3 uh, zouden kunnen vertellen. Uh, waar eigenlijk het aan refereert, aan welke Bijbelse geschiedenis. Nou, dan ga ik vanmorgen dus een eind, een, uh, ja, aan die onwetenheid een einde maken. Want uh, we gaan naar 1 Samuel 25. Daar vind je de naam van Abigaël veruit het meest. En. Daar maken we dus ook voor het eerst kennis met Abigail. Uh, zo spreek ik het dan maar uit. En laten we. Ja, het, het is een, een, een lang hoofdstuk. En zojuist gaf Boy al even aan dat ik een heleboel sheets heb. Dat klopt. Maar zelfs dan moet ik nog een heleboel verse uh, skippen, uh, overslaan. En die moet ik dan maar eventjes voor het gemak samenvatten. Want het is onmogelijk om het, uh, om het geheel te. Om het geheel te, te bespreken. Maar goed, een aantal uh, highlights, een paar uh, hoofdmomenten. En het begint dan met zo. Samuel stierf. Dit is op zich al een, over mijlpalen gesproken. Dit was een mijlpaal, want in feite, met het sterven van Samuel, komt er een einde aan de Richterenperiode. Niet helemaal correct, want Saul was inmiddels al koning. Uh, maar met de dood van Samuel, die was de laatste Richter, uh, komt die periode. Uh, ten einde. En dan lees je. Toen kwam geheel Israël bijeen, want ja, Samuel, dat was er uh, toch wel iemand. Uh, bedreef rouw over hem en men begroef hem in zijn huis te Rama. En om even een idee te hebben: u ziet hier een kaartje van, uh, van Israël. En Rama, dat is een, een, een plaats dat enige kilometers boven uh, Jeruzalem gelegen is, was. En, nou ja, het is nog steeds te bezoeken. Maar een klein, een klein plekje. Maar in ieder geval, daar woonde trouwens ook uh, Samuel. En ik herinner mij, maar dat was nog in, in die andere lokaliteit. Hebben we het ooit eens uitgebreid gehad over, over Rama en over Samuel en over Davids uh, verblijf daar? Maar goed, we, we gaan verder. En dan lees je dat terwijl, uh, dus Samuel begraven is. dat David. Op, eh, ...ging op weg en hij trok naar de woestijn Paran. En even voor degenen die dat niet allemaal op een rijtje hebben. Saul was dus koning en inmiddels lezen we, hebben we al het een en ander in voorafgaand aan 1 Samuel 25... ...het een en ander gelezen over David als een van de zonen van Isaïe. Hij was gezalfd en hij had de, de, de grote Filistijn... Goliath had hij al verslagen en hij had, er was al een enorme roep over hem uitgegaan. En dat wekte een enorme jaloezie ook bij Saul op, want die zag wel in van dat wordt de man die, die uiteindelijk koning gaat worden. En David, hoewel hij bestemd was voor de troon, werd vervolgd. En in die periode speelt dit dus dat David weliswaar al bestemd was en ook gezalfd was om koning te zijn. Maar ondertussen uh, ja, leed hij een zwervend bestaan met een aantal uh, mannen. Nou ja, een paar honderd, vierhonderd, zeshonderd lees je zelfs later. Uh, man die hij, uh, ja, met, waar hij het land mee doortrok, met name dan in het zuiden. Want daar gaat het hier dan ook over. Maar hij werd, hij werd op de hielen gezeten door Saul. En daar zijn heel wat geschiedenissen dus over. Ik zeg dit eigenlijk ook om al even een, 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 een bruggetje te maken of een hint te geven naar de grote David, de echte David, de, waar, de zoon van David, namelijk de Messias, die vandaag ook wel degelijk al bestemd is om de koning te zijn. Hij is de gezalfde, de machiach, de, de de Christus, want dat is wat Messias en... En Christus ook betekent. Hij is dat, daadwerkelijk. Maar hij zit nog steeds niet op de troon in Jeruzalem. Dat gaat gebeuren. Ik bedoel dat heel letterlijk, heel concreet. Die, de Messias zal ooit daar gaan regeren. En ik durf inmiddels te zeggen dat we 2000 jaar dichterbij zijn. En inmiddels. Uh, dat kan ik u ook wel verklappen, maar dat is geen geheim hier. Dat uh, dat, dat uh, binnen niet al te lange tijd de realiteit gaat worden. Dat hij zal terugkomen en dat de zoon van David, die nu nog steeds miskend wordt, straks koning wordt. Dus in feite, die hele periode tussen Davids zalving en zijn koningschap. en de tijd dat hij vervolgd wordt, miskend wordt. dat is een type, een beeld van de huidige tijd. Nou, dat zeg, dat zeg ik eventjes ook om uh, een, meteen een goede mindset te hebben om dit te begrijpen. Want het is niet alleen maar een mooi verhaal wat we nu gaan lezen, en uh, een, een, een geschiedenis. Het is niet alleen maar historie, maar het is ook typologie, om het even mooi te zeggen. Dat wil zeggen, uh, het, uh, dat, het zit boordevol met heenwijzingen. Op een paar daarvan. Want ik beperk mij, wil ik dan toch graag wijzen. Nou, bij deze dus. En je leest dus: David ging op weg en trok naar de woestijn Paran, of, de Septuagint zegt, de woestijn van Maon. Maakt in dit geval niet zoveel uit, maar dat ligt in ieder geval in wat wij dan de Negev noemen. Dus, de, dus zeg maar ten zuiden van Jeruzalem, en ten westen van de Dode Zee, en daaronder. En daar lag het plaatsje Maon ook. Want dan lees je vervolgens in vers 2. Nu woonde er in Maon, dat is dus daar in die woestijn, daar een man die te Karmel zijn bedrijf had. En nou wordt het een beetje lastig, want Karmel, dan denken wij natuurlijk vooral aan die stad, die berg in het noorden van Israël. Vlakbij de, de, de stad Haïva. Uh, maar dat is, over die Karmel gaat het niet. Het is een andere karamel, zeg maar. Nee, de karmel, dat is. Uh, je ziet hier dus dat, uh, dat kaartje. In, in het noorden heb je de, de bergkarmel. Dat ook in de Bijbelse geschiedenis een grote rol speelt. Maar het gaat hier over een, een plaatsje karmel. Uh, kennelijk een boomgaard. Want dat is namelijk wat karmel betekent in het Hebreeuws. En dat ligt daar dus vlakbij dat Maon. En dan lees je: uh, Die man die was zeer rijk. Hij bezat 3000 schapen en 1000 geiten. En hij, hij was te karmel, want daar was zijn bedrijf, zeg maar, gevestigd. En hij was te karmel bij het scheren van zijn schapen. Ja, dat wordt erbij vermeld en dat is in de Bijbel altijd wel een ding, hoor. Want wat de oogst was voor een landbouwer... Het is een jaar geleden dat ik hier eh, ook ongeveer stond. Het was ergens in februari dat we toen een, een, een tweetal bijeenkomsten hebben gehouden over Absalom. En toen kwam dit element ook al even aan de orde. Want in die geschiedenis speelt een schaapscheerdersfeest. Wat een Allitereert zo. Schaapscheerdersfeest, ja. Uh, die. Uh, uh, daar, in die geschiedenis speelt dat ook nog eens een rol. Uh, maar wat de oudste was voor een landbouwer, dat is het schapen scheren voor een herder. Een feestelijk gebeuren. En ik geef daar nog wat meer voorbeelden van in die teksten die ik daarbij vermeld. Uh, die, die man die heette Nabal en zijn vrouw Abigail. Kijk, Abby, daar hebben we het. De vrouw had een goed verstand en was schoon van gestalte, maar de man was hard en ruw in zijn optreden. Hij heette Nabal en als je dat met Hebreeuwse oren beluistert, dan zeg je gewoon dwaas. Dus die man die heette gewoon dwaas. En men heeft wel gezegd, en ja, daar is wel wat voor te uh, zeggen natuurlijk... ...dat zal wel een bijnaam geweest zijn van die man, want wie noemt zijn kind nou dwaas? Maar uh, toen uh, las ik in een commentaar van, nou zo gek is dat nou ook weer niet... ...want je hebt ook mensen die Brutus heten. En Brutus is Latijn, en dat betekent namelijk ook gewoon dwaas. Dus ja, uh, dat zou zomaar kunnen. Dus ik blijf daarvan af. Hij in ieder geval, hij heette Nabal... Of het nou een bijnaam of het zijn echte naam is geweest, dat maakt mij niet zo veel verschil. Uh, ik kan u wel vertellen, hij droeg terecht die naam, want dat zal, we zullen straks later zien uh, dat Abigail, notabene zijn eigen vrouw, dus die kende hem toch wel, die zegt van hij heet Nabal en hij is Nabal. Oh. <laughs> ja, ja. En, uh, nou, en hij was, dat wordt hier al een beetje eigenlijk op, op gezin speeld, dat blijkt in de hele geschiedenis. De man was hard. ...en ruw in zijn optreden. Hij was een... ...ja, nou moet ik het goed zeggen... ...een Kaleb-iet. Ja, ja, ik had ook gezegd een kale biet. <laughs> maar nee, hij was een kale biet. En ja, de, 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 de aanleiding... Dat, ...de eerste betekenis die je daar dan aan zou toekennen is... ...hij was gewoon een nakomeling van Kaleb... ...die we maar al te goed kennen, die oude man die... De hele woestijnreis ook had overleefd en die ook als enige samen met Jozua het beloofde land ook mocht ingaan. Ja, die de uitocht had meegemaakt, die Caleb dus. Uh, maar anderen hebben gezegd in de Septuagint, die zeggen, nee, Caleb, dat is... Kijk, Caleb zit daar, ligt daar gewoon. Ja, een hond. Ja, speciaal voor de gelegenheid meegenomen natuurlijk. Ja, dat, want Caleb is namelijk het He Hebreeuwse woord voor hond. Ja, en... De, de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die, he, die, heeft dit, die, die vat dit niet op als een, uh, een aanduiding van zijn afstamming, dus een afstammeling van Caleb, maar die vat het op als een aanduiding van zijn karakter. Hij was honds. Uh, dat geeft ook een goede gedachte, zeker ook in de hele beschrijving, de context van hij was ruw en hij was hard in zijn optreden. Je hebt niks negatiefs over een hond hoor. Dat doe, dat doe ik in de wandelgangen wel, maar dat doe ik hierop. Ik, anders krijg ik ruzie natuurlijk met jullie. Hè? Ja, nee, nee. Nee. Maar goed, uh, hij was, hij was uh, een kaal epiet. Ja. Okay. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen schoor... Uh, zond hij tien mannen. En David zei tot de mannen... ga naar Karmel en begeeft u naar Nabal. Vraag hem uit mijn naam... Want of uh, David was ja, de leider van die, ja, in de ogen van in ieder geval het volk, uh, van een hele bende, zeg maar. Vraag hem uit mijn naam naar zijn welstand. Ik zei al, en ik excuseer me met opzet nog een keer. Op een heleboel details kan ik nu niet verder ingaan. Ik wil even een, een, overview, een, een overzicht geven van het, hele, van, het, van het hoofdstuk. En vooral Abigail daarbij in het licht stellen. Oké, okay, David geeft dus uh, het commando aan, aan, aan zijn mannen: van, Ga naar Karmel, begeef u naar Nabal. En vraag hem uit mijn naam naar zijn welstand. En zegt, en zegt dit: Gegroet! Vrede zij u en vrede zij uw familie. Vrede zij over al wat gij bezit. Dus ja, een hele, een hele ja, plezierige manier om, om, uh, om hem om zich te introduceren. Er staat trouwens, het is heel interessant, maar in het Hebreeuws staat hier, uh, ja, in de MBG-verdaling zegt gegroet, maar er staat eigenlijk het woord legai. En die kennen we. Die kennen we zelfs in het Nederlands. Dan zeggen we, eh, als je het, nou niet in Den Haag, maar in Amsterdam, als je dan het glas heft, dan zeg je, nou ja, wij zeggen dan proost, maar daar ga je. Maar dat komt eigenlijk uit het Jidisch en het komt via het, uh, uit het Hebreeuws, Lchaim. Le Lechaim, en dat betekent, en dat is het woord wat hier staat, in, weliswaar in het enkelvoud, maar uh, en hier le gaai. Lechaim. -ga en dat geeft een hele goede zin op het leven. En uh, ja, ik zal straks misschien nog wel eventjes een hint geven dat dit feest waar die man was, dat schaapskeerdersfeest, uh, is een uitbeelding ook van dood en opstanding. Dus dan nou klopt het ook helemaal. Maar goed, uh, hou hem even in gedachten. Uh, David die dus zijn mannen om zo naar, uh, naar die nabal toe te gaan. Nu dan, uh, ik heb gehoord. Uh, dat moeten die mannen dus zeggen. Ik heb gehoord dat men bij u aan het scheren is. Uh, nu zijn wij, uw herders die bij ons hebben vertoefd, niet lastig gevallen. En nooit hebben zij iets gemist zolang zij te karmel waren. Kijk, wat David, die bevindt zich daar dus in die woestijn, daar van Maon of van, van Paran. En hij heeft dat bedrijf heeft hij ja, feitelijk beveiligd. En die herders, want daar, of die, ja, de vele herders had die Nabal in dienst. Die heeft, uh, die heb, heeft David met zijn mannen beschermd. Hij zegt: uh, hier staat nog, uh, wij hebben jullie nooit lastiggevallen. Maar als je even later leest, in vers 15 en 16, dan lees je dat ze dag en nacht bescherming aan de herders van Nabal boden. In die, in die wildernis, niet alleen tegen vijandige mensen, maar ook tegen dieren, et cetera. In ieder geval, die honderden mannen van David, die hebben daar die, die, dat, dat bedrijf van Nabal beschermd. En, vraag, en nou, nou, nou komt de vraag, vragen uw knechten... Uh, nou ja, eigenlijk is dit nog eventjes uh, ter bevestiging. Hij zegt uh, Nabal, tegen Nabal: moet, uh, Zij dus zeggen. Vraag uw knechten, dan zullen zij het u bevestigen. Wil daarom aan deze mannen, die mannen van David dus, guns bedonen. Wij zijn immers op een feestdag gekomen. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand vinden zal. Met andere woorden, ze vragen een, een ondersteuning. Die mannen van David ja, die bevinden zich daar in de wildernis. In. En Zij willen nu voor dat wat ze gedaan hebben en betekend hebben... willen ze een, een, ja, een vergoeding hebben. En, en, en daarom geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand vinden zal. Dat is de boodschap die namens David overgebracht wordt aan Nabal. Toen de mannen van David daar gekomen waren... spraken zij tot Nabal uit naam van David... Alles wat hun opgedragen was. En ze wachten af. Maar Nabal, zoals hij al was geïntroduceerd, wordt dan, zo wordt dan gezegd. die antwoordde aan de dienaren van David: wie is David? En wie is de zoon van Isaïe? Uh, daaruit blijkt trouwens dat hij wel degelijk wist wie die David was, namelijk de zoon van Izaai. En dat was ook al bekend. Want ik, weet u nog, toen na de overwinning op Goliath. toen werd er al, al geroepen door is door het volk in, ja, onder het hele volk. van. Ja, Saul versloeg zijn duizenden. Maar David zijn tienduizenden. Dat wil zeggen, er ging een enorme roep van, van David al uit. Dus Nabel heeft echt wel geweten. wie die David is. Blijkt ook wel, want hij weet in ieder geval dat, dat het de zoon van Isaïe is. Nou ja, en dan staat. En dan zegt hij er nog heel beledigend bij. Er zijn tegenwoordig veel knechten die van hun heer weglopen. Met andere woorden, die David, ja, dat is zo, zo eigenlijk een, 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 een opstandeling. Een ordinaire opstandeling, een revolutionair. Iemand die, uh, die zich niet kan onderschikken aan de koning. En daarmee kiest Nabal. En, uh, ik heb uh, bij de voorbereiding ook wel gemerkt, Nabal is in feite ook. Een soort type, een, een soort ja, alter ego, zeg je dat goed, van, van koning Saul. Hij stelt zich op dezelfde wijze op. In dit geval ook heel duidelijk, uh, hij moet niks van David hebben. En hij zegt, er zijn tegenwoordig zoveel knechten die van hun heer weglopen. En David is in zijn ogen een van hen. En dan zegt hij er nog bij, zou ik dan mijn brood, mijn water en wat ik voor mijn scheerders geslacht heb... Dat wil zeggen vlees, voedsel. Zou ik dat nemen en aan lieden geven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen? Zo rechtvaardig hij zijn keuze dan en zijn belediging ook. Nou, en dan lees je in vers 12. Toen maakten de mannen van David rechtsomkeert en kwamen terug. En ze berichten hem, David dus, al deze woorden. En dan krijg je de reactie van David. Daarop zei de David tot zijn manschappen. Verbolgen als die is over deze reactie, stank voor dank. Hij heeft zoveel met zijn mannen gedaan voor Nabal en zijn bedrijf. Hij heeft hem zo bejegend. En nu krijgt hij deze reactie. Daarop zeide David tot zijn manschappen: ieder goorde zijn zwaard aan. En toen goorde ieder zich het zwaard aan. Ook David zelf goorde zijn zwaard aan. En daarna trokken ongeveer 400 man op achter David. Terwijl er 200 bij het pakgoed, bij de instrumenten, de wapens enzovoorts, bleven. Oké, okay, nou. Uh, nou moet ik eventjes gaan skippen. Dat wil zeggen, ik ga versen overslaan. Maar dan moet ik wel even vertellen wat er zo samenvattend in het tussenliggende staat. Uh, dan in de eerste plaats, in de vers 13 tot 17, wordt dan lees je, dan wordt beschreven... en ik vat het nu dus eventjes samen... Uh, dat... Abigail dan van een van de knechten van Nabal verneemt hoe onbillig uh, na, uh, haar man Nabal heeft gereageerd. Maar ook uh, verneemt ze nu dat David zich heeft voorgenomen om ten strijde te trekken tegen Nabal. En korte metten met Nabal en zijn bedrijf en al zijn manschappen te maken. Wat zij dan doet is. En zij doet haar naam echt eer aan. Het, is niet alleen maar, het, het geeft niet alleen maar aan wat er in haar hart is. Maar het geeft ook aan dat zij zeer verstandig is. Zij verzamelt dan een hele grote hoeveelheid voedsel. Het wordt allemaal beschreven. Hoeveel en wat ze dan allemaal doet. Zij verzamelt een grote hoeveelheid voedsel. En laat deze op een hele hoeveelheid ezels. En om alsnog. De manschappen van David, uh, vergis je niet, het is een hele koppel. Hè? Want er waren honderden mannen die David om zich heen had. En die, die dus bescherming hadden geboden aan Nabal en zijn bedrijf en al die headers. Dus ja, die moeten nu uh, van voedsel worden voorzien. En Abigail doet nu precies dat wat haar man Nabal had nagelaten. Alleen, uh, Nabal wordt niet op de hoogte gesteld hiervan. Dit is helemaal op eigen initiatief van Abby. Van Abigail. Ab Abigail ja. uh, en dan lees je in uh, versen 20 tot 22, dat zij op weg gaat met een hele horde ezels. En een knecht heeft ze er ongetwijfeld bij, die, uh, ja, die de manschappen van David gaan voorzien. En dan lees je dat ze in een bergkloof de verbolgen David ontmoet, inclusief zijn, zijn manschappen. Nou, uh, daar zijn we gebleven, en dan. Pak ik hier de draad weer op bij vers 23. Toen Abigail David zag, sprong ze haastig van de ezel af. En wierp zich vlak voor David op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En ze wierp zich voor zijn voeten neer en zeide: Op mij, mijn Heer, rust de schuld. Zij, ja, zij neemt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor dat wat Nabal had gedaan. Zegt, op mij rust de schuld. Zei, ze, 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 ja, ze, ik ben de vrouw uh, van de Heer des huizes en op mij rust de schuld. Je zou kunnen zeggen, hoezo? Want zij draagt daar toch geen verantwoordelijkheid voor. Maar zij neemt de schuld op zich. Op, uh, op mij, mijn Heer, rust de schuld. Dat is interessant. Als je, nou dat, je, je struikelt erop over. Als je die, die 44 versen in dit hoofdstuk leest, dan kom je dat uh, veertien keer tegen. Dat zij David zo aanspreekt als mijn Heer. Ja, ik zou hier eh, graag wat meer over willen vertellen. Want het loutere feit dat zij David als mijn Heer eh, benoemt, ja, dat geeft de verhouding weer hè, die zij aanneemt ten opzichte van David. Maar denk nu ook eventjes aan de zoon van David, de echte David, die wij eh, ook noemen, hij is Heer. En wij zeggen ook, ja, een heleboel mensen, dat is, persoonlijk uh, ergert het mij dat, uh, waarschijnlijk is het onwetendheid, of het kan ook gewoon pure oneerbiedigheid zijn. Wij spreken Hem niet aan als Jezus, maar als Heer Jezus. Want God heeft Hem door Zijn opstanding gemaakt tot Heer en tot Christus. Hij heeft Hem de hoogste positie gegeven. Heer, dat wil zeggen, de eigenaar, de bezitter van alles. Hij is Heer. Nou, deze, oké, okay, ik, ik, ik geef toe, er lopen nu twee lijnen door elkaar. David, die hier mijn Heer genoemd wordt, en wij, als gelovigen in het algemeen, nu ook in deze tussentijd, mensen zeggen Jezus, en ze weten, weten zij veel wie het is, weten zij veel dat Hij straks inderdaad daadwerkelijk Heer en Koning zal zijn. Maar uh, ja, uh, zo kennen wij Hem. Oké. Okay. Zij wierp zich dus voor zijn voeten en ze, en, ze, en, en ze buigt voor hem haar knieën. Op mij, mijn Heer, rust de schuld. Laat uw dienstmaagd toch tot u mogen spreken. En hoor de woorden van uw dienstmaagd aan. Uw dienstmaagd, en die is ook leuk. Uh, want, ja, ik zeg leuk, omdat het. Nou, het is heel typerend sowieso, want ook zes keer, in, alleen al in dit hoofdstuk, noemt Abigaël zich. Uw dienstmaag. Dat wil zeggen, de dienstmaag van. Isra. Ik sta helemaal als slavin u. Uh, terzijde en sta ik ook onder u. En nu heb ik iets aardigs nog <laughs> bijgevonden. Want uh, uh, kijk naar de naam. Ik weet niet of jullie dat hebben ontdekt, uh, Sana of Dave. Maar uh, Girl, in het Engels, dus in, in het Eng Abbey is een Engelse naam. Het is, uh, um, maar in het oude Engels was een Abbey een Abigail, zo zeggen dat is de Engelse uitspraak, als ik me niet vergis, uh, maar was een ander woord voor een dienstmeisje. <laughs> en dus heb jij, heb jij ook een Abigail? Dat was dan de aanduiding. En dat wil zeggen een een dienst. en dat is ontleend aan dit hoofdstuk. Dit is wel interessant, hè? Ja, dus het is heel typerend zoals zij zich dus opstelt ten opzichte van David. Oké, okay. laat uw dienstmaagd zegt zij, toch tot u mogen spreken en hoor de woorden van uw dienstmaagd. Ik zal u vertellen, vooral wat zij nu zegt, is eigenlijk de, de kern van het hoofdstuk. We, want wat deze Abigail, Abigail vertelt, is profetisch. Zij onderkent wie David is. Dit is maar niet kruiperig gedrag om in een goed blaadje te komen. Nee, wat zij doet en uitspreekt, dat is ronduit Profetisch. Dit, is, dit zijn woorden van geloof. La, eh, laat, laten we het maar eens lezen. Mijn Heer. Heb je het weer? Ik heb het iedere keer maar even geasseerd om het aan te geven. om nog eventjes te herinneren aan wat ik al vertelde. Mijn Heer stoorde zich niet aan, de, aan deze man van niets. Aan Nabal. <laughs> ja. Uh, zo spreekt zij dus over de eigen man. Uh, dus zij kent hem. En uh, deze, uh, deze man van... Het is een man van niks, zegt ze. Hij mag dan rijk zijn, een, een zakenman, een hele business enzovoorts. En een hele mooie vrouw. Dat zie je wel vaker, hè? Met me, rijke mannen die uh, een hele mooie vrouw hebben. Ja, ja, ik wou zeggen aan domme mannen die een hele verstandige vrouw hebben. Die heb je ook, ja. Uh, maar goed. Uh, zij zegt... Uh, uh, die Nabal, want zoals zijn naam is, is hij. Nabal heet hij en een dwaas is hij. Ja, dat is in feite zelfs al zou je geen Hebreeuws al ken je geen Hebreeuws en dan mis je de toelichting die ik u nu geef. Dan begrijp je uit deze woorden al. Ook kennelijk betekent Nabal dus dwaas. Ja, dat is ook zo, een nietszeggend iemand. Nabal heet hij en het waas is hij. Maar ik, uw dienstmaagd, heb de mannen die mijn Heer gezonden heeft, niet gezien. Uh, met andere woorden, uh, ik, leg, uh, ik neem weliswaar de verantwoordelijkheid hiervoor, maar ik wist hier niks van. Nabal heeft zo geopereerd, helemaal buiten mijn weten om. En dan zegt zij in vers 26, nu dan, mijn Heer, zo waar Jahweh leeft. Dit is een eetswering op het moment dat je zo spreekt. Als je iets zegt met aanroeping van de naam van God. Dat is een, wat een eet is. Hè? Zo waarlijk helpen, mijn God almachtig of woorden van gelijke strekking. Je roept de, hoogste, de Allerhoogste aan bij wat je nu zegt. Je zegt niet alleen maar van het is waar wat ik zeg. Nee, ik doe dat met aanroeping van de Allerhoogste. Nu dan, zo waar leeft en zo waar Gij zelf leeft. Die Yahweh, die Yahweh ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen hand te nemen. Dit is een eedswering, maar het is ook profetisch. Want wat nu doet, wat, na, wat Abigail hier zegt, is, David die is voornemens nu met, met die, al die manschappen. Ten strijde te trekken tegen Nabal en, en hem een kopje kleiner te maken. Want zo ging dat in die dagen. Dat was hij echt voornemens. Maar Abigail zegt: dat gaat niet gebeuren. Zo waar Jahweh leeft. Jaweh, zij, zij realiseert zich ook dat God haar nu inzet om hem daarvoor te behoeden. Zo waar leeft. Zo waar gij zelf leeft. En Jahweh. Hij bewaart u ervoor om bloedschuld op u te laden. Dat wil zeggen, bloedschuld zou, zij op, zou David op zich laden... als hij nu inderdaad al die nabal en al zijn, zijn knechten... en dat hele bedrijf, zeg maar, zou uh, ombrengen. Dan zou die bloedschuld, dat wil zeggen, het was illegaal wat hij deed. Eigenlijk, uh, als je de voorgaande hoofdstukken van 1 Samuel, uh, 1 Samuel leest... dan zie je ook dat, nabal, uh, dat pardon, David zich hier ook heel erg van bewust is... Nou, David is diverse keren in de gelegenheid geweest. Het zijn hele bekende geschiedenissen. Dat, eh, om Saul bijvoorbeeld ook om te brengen. En dan zegt hij: Van ja, maar wie, wie ben ik om dat te doen? Zal ik de gez gezalfde van Yahweh aanraken? En hij heeft gewoon gewacht op Gods tijd. En nu zou hij zomaar eh, niet wachten op Gods tijd. Maar nou zegt Abigail: Yahweh die heeft u er al voor bewaard. Ze, 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 eigenlijk, ze stelt zich eigenlijk al eh, achter. Ze, ze doet het alsof het al gebeurd is. Dat is profetisch. Jaweh gaat je ervoor bewaren om blotschot op u te laden en het recht in eigen handen te nemen. Wacht, maar op Godstijd. Sterker nog, het is geen oproep, het is zelfs een aankondiging. Dus profetisch. En dit vind ik mooi, heel mooi, want Abby, die Abigail, die verwijst daarmee in feite. Naar het, de woorden van geloof in deze tussentijd waarin wij nu leven. Tussen de, de ware David, die weliswaar gezalfd is, maar die nog steeds uh, daadwerkelijk zal verschijnen en gaan optreden als koning in die tussentijd, weet Abigail wie ze voor zich heeft. Nu dan, zegt zij, ik lees verder. Mogen het uw vijanden en hun die kwaad tegen mijn Heer beramen, vergaan als Nabal. Ook dit is trouwens profetisch. Want uh, in feite zegt zij daarmee in, impliciet ook iets over het lot van Saul. Nou, eh, want het was Saul ten slotte die kwaad tegen David beraamde. Nou, ze zegt ze, het zal hen vergaan. Ja, ook dit is dus profetisch. Dit geschenk dan, of letterlijk deze zegen nu, die zij meegenomen heeft. Die uw slavin aan mijn heer brengt, mogen aan de mannen gegeven worden die in het gevolg van mijn heer zijn. Dat wil zeggen, al die honderden mannen die bij jou horen, David, bij u de horen, even op mijn woorden letten. Uh, die bij u horen, David, uh, dat wat ik allemaal nu bij me heb, dat is allemaal voor u. En dat was heel veel. Overvloedig. Een, een, een zegen noemt ze het. En dan zegt ze er nog bij, vergeef toch de overtreding van uw dienstmaagd. Want Yahweh zal voor mijn Heer zeker een bestendig huis maken, omdat mijn Heer de oorlogen van Yahweh voert. En er geen kwaad bij u gevonden wordt uw leven lang. In feite, wat zij hier onderkent is, ja, u, ja ik weet, oorlogen worden vaak, eh, meestal, gestreden eh, met, met aanroeping eh, van God. Eh, goed, uh, God met ons, eh, of... Uh, uh, ja, God voor je karretje spannen. Maar dat is uh, in feite altijd onterecht. Maar in dit geval waar, was het inderdaad wel terecht. Dat wil zeggen, David, hij, zijn huis zou daadwerkelijk het, het Koningshuis van Israël worden. Dat was eigenlijk al, in, in, al eeuwen eerder, was dat al uh, aangekondigd aan, aan de. Aan de stam van Juda, waar David uit afkomstig was, zou de, de scepter worden gegeven. Dat zei Jacob ooit al. En, en zijn huis zou bestendig zijn. Dat wil zeggen, de dynastie van David, zijn koningshuis, zou blijven bestaan. Moet u nagaan? Dat wist eigenlijk nog niemand. Ja, David zelf wist hier wel van. Maar feitelijk wist niemand daar nog. Kijk het maar eens na. Uh, het loutere feit dat Abigail dit uitspreekt, geeft aan dat zij, ja, dit is, dit is profetisch. Dit zijn woorden die, die van Gods wegen aan haar gegeven zijn en zij spreekt ze zomaar uit en, hij zegt, en ze zegt, uw huis zal bestendig zijn. Het huis van David, daar heeft God zijn, zijn zegel op gezet. Dat, en ik bedoel, nu al duizenden jaren hebben we geen dynastie van David meer. En, en, en de troon is leeg, maar in Jeruzalem zal ooit de, de vervallen hut van David weer worden opgebouwd. En er zal, daar zal de troon staan. En uh, let maar op, <laughs> dit duurt niet zo, uh, al, zo heel erg lang meer. Maar die, deze Aion is, loopt op zijn eind, de termijn verstrijkt en straks gaat hij verschijnen. Ja, en zijn huis zal bestendig zijn. Oké. Okay. Mocht ooit een mens, zegt ze nog, euh, zich opmaken om u te vervolgen en u naar het leven te staan, dan zal de ziel van mijn Heer gebonden zijn in de bundel der leven. Dat wil zeggen, u, ja, dat is een hele, ja, klinkt haast nou, prozaïsch. in de bundel der leven, dat wil zeggen, als in een buidel zal u bewaard worden. Leven heeft God u toegekend. Ik, ik opnieuw wijs ik je weer even op, ook hier is David weer een geweldig type natuurlijk, van de zoon van de echte, de ware David, aan wie het leven is gegeven. Ja, deze David is in de bundel der levende bij Javer, uw God. Maar de ziel van uw vijanden zal hij wegslingeren uit de, uit de holte van de slinger. Dus, uh, een metafoor is een beeldspraak natuurlijk. Maar in ieder geval, het grote contrast wordt gewezen. David, aan hem wordt het leven gegeven. Als nu Jawel, mijn Heer, doet. naar al het goede dat hij u heeft toegezegd. Ook dit is weer. De, dat Abigail dus heel expliciet. Gods belofte aan David bevestigt en erkent. Als nu Jawel, mijn Heer, doet. naar al het goede dat hij u heeft toegezegd. Wat hij ooit al eerder had toegezegd, maar nu in feite ook weer in de woorden van Abigail. En u tot vorst over Israël aanstelt. Dat zou nog wel even duren hoor, trouwens. Hoewel uh, niet zo heel veel jaren meer, maar in ieder geval, Saul was nog steeds koning. En het zou nog wel even duren voordat David daadwerkelijk ook koning zou worden. Uh, eerst in Hebron en later in Jeruzalem. Maar hij zou vorst over Israël worden. En Abigail, zij weet het. Dit gaat gebeuren. En dat is geloof. Terwijl nog helemaal niets in de werkelijkheid om je heen uh, dat aangeeft. Terwijl alle je zintuigen het tegendeel zeggen: Ik zie er niks van, ik voel er niks van. Maar God heeft gesproken. Hij heeft toegezegd. En Abigail, zij was een verstandige vrouw. Weet u waarom? Ze herkende wat God zei. En dat maakt het trouwens. In feite maakt dat haar ook weer zo mooi. Hè? Maar oké, okay, dus. Uh, in, dit is in de overdrachtelijke zin. Dit is waar het om gaat. Dit is ook wat geloof is. Ik bedoel, kijk om je heen. Is er iets wat ervoor pleit. dat hij die ooit 2000 jaar geleden aan een kruis stierf. en het laatste wat wij hebben. of wat de wereld heeft gezien. is een graf? Nou ja, een leeg graf, dat is waar. Maar, ja, wat is er verder van hem geworden? Nou, de. De verbazing zal groot zijn, niet alleen in het volk van Israël, maar ook van de wereldwijd: dat die man daadwerkelijk de vorst zal worden, niet alleen van Israël, maar van de wereldwijd. Het gaat gebeuren. En Abigail, zij heeft het geweten. Zij wist het. Zij heeft het uitgesproken. Nou, ze zegt: Als nu Yahweh mijn Heer doet naar al het goede dat Hij u heeft toegezegd en u tot vorst over Israël stelt, dan zal het mijn Heer niet tot een struikelblok of zijn hart tot een aanstoot zijn dat mijn Heer zonder oorzaak bloed vergoten en zichzelf rechtverschaft zou hebben. En als Yahweh aan mijn Heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienstmaagd. Dat wil zeggen: vergeet mij dan ook niet. En vergeet dan ook niet wat ik, je, wat ik u nu ook allemaal aangeef en zeg. Nou, en nu moet ik weer een heleboel versen overslaan. Want het wordt uh, tijd om uh, naar de conclusie toe te gaan. Uh, maar in de navolgende versen lees je dan. Uh, ja, als David dit gehoord heeft, is hij die diep onder de indruk van Abigails getuigenis. Dat ronduit profetisch was. Hij, David heeft ook geweten van dat wat zij verklaart. En eigenlijk ook. Menselijkerwijs niet kon weten, ja, dit, is, dit, is, dit zijn woorden van God. Hij is diep overtuigd en, ook dat hij, en hij is overtuigd ook van haar woorden en hij neemt haar geschenken aan en zijn hele voornemen om Nabal en zijn hele bedrijf en al zijn mannen en zijn herders om te gaan brengen, dat, dat laat hij juist door het getuigenis van Abigail, laat hij helemaal varen. En, nou ja, en dan lees je vervolgens, uh, daarna nog, dat als Abigail dan vervolgens thuis komt, dan is Nabal aan het feesten nog steeds. En hij leest, hij is zwaar beschonken. En dan, uh, dus wacht ze maar eventjes wat uh, om te gaan vertellen. Want ja, het heeft niet zoveel zin om uh, een verhaal te gaan vertellen. Tegen iemand die, die ladder zat is. Dus hij denkt van nou, de volgende morgen dan, dan is hij weer een beetje bij zinnen, mag ik aanhopen. En de volgende morgen vertelt Abigail dan aan Nabal het verhaal. En dan lees je, zijn hart versteende. Zo staat het te letterlijk, zijn hart versteende. En hij schrok zich dood. En dat bedoel ik in dit geval dus letterlijk, want tien dagen later sterft hij. Dus uh, dit nieuws, dit kwam echt... Uh, aan, ja, als een mokerslag. En dit is, je leest ook later trouwens in deze hele geschiedenis. dat het een, een goddelijke vergelding was. David mocht zich niet, zou zich niet vergelden. maar hij zou het aan God overlaten. Laat, laat het maar gewoon aan God over. en op Godstijd. zet hij de dingen wel recht. En dat is een, daar gaat een geweldige sprake van uit. dat zegt Paulus ook in Romeinen 12. Hè. lieden, wreekt u zelf niet. maar laat plaats voor de toren. Want. Dus dan staat er, uh, mij komt de vraag toe. Laat geloof nou maar gewoon. Ook al moet je soms een engelen geduld hebben. Maar Gods molens eh, malen langzaam. Maar. Zeker. Ja. God heeft de tijd. Sterker nog, hij, hij heeft de tijd gemaakt. Dus ja. En nou ja, in ieder geval. Uh, dus uh, die Abige, of die uh, Nabal, die uh, zijn hart versteende en tien dagen later. Uh, hoe we het medisch moeten gaan omschrijven, wat er precies gebeurde in de termen van nu, geen idee. Maakt me ook niet uit, want voor het verhaal uh, maakt dat geen verschil. Dat is wat er gebeurde. Nou, en als dan later nog weer na David neemt, verneemt van Nabals dood, dan prijst hij God, lees je, die zelf inderdaad wraak heeft geoefend. En dan lees je nog in de, in de laatste verzen van dit hoofdstuk dat. Uh, David naar Abigail toe gaat, of in ieder geval een delegatie. En hij vraagt, ja zo ging dat in die dagen. <laughs> uh, hij vraagt Abigail ten huwelijk. En zij stemt er van harte in met hem. En uh, David was al getrouwd ooit met de dochter van Saul, Michal. Maar uh, die was weer teruggenomen door Saul. Michal was aan een ander gegeven. Ja, goh, dat is een hele andere verhouding. Maar dat betekent dus in feite dat zij uh, de, de tweede vrouw van, uh, van, David, uh, van David wordt. Trouwens, is ook, zij was sowieso de tweede vrouw, want ze was eerst getrouwd met Nabal. Ja, uh, dan lees je ook nog dat er een andere dame in het spel is, Abinoam. Maar goed, dat laten we nu maar even rusten. Uh, want het wordt nu even tijd. Ik wil, ja, die wil ik echt noemen. Want ja, in feite is dat ook. De climax. Ik, ik heb nu zo kortweg, te kort, oké, okay, maar kortweg uh, genoeg Sommige mensen zeggen, Goh, ik vind het al lang zat, maar uh, ja, sorry, ik, ik, dit moet ik eventjes zo vertellen. Maar nou wil ik eigenlijk toch ook nog vermelden waar het echt om gaat. Dat wil zeggen, de, de, niet de oppervlakte, maar gewoon dat wat daaronder ligt. Want wat we nu genezen hebben is met name gewoon ja, wat je leest, wat zich, wat zich zo aandient. Maar typologisch, de, de type betekent een beeld, een voorafschaduwing. Waar verwijst het naar? Nou, ik heb al, natuurlijk al gezegd waar het naar verwijst, namelijk naar de zoon van David. In de tussentijd, de huidige tussentijd. De tijd van David's omzwervingen spreekt van de huidige tussentijd. Een intermezzo eigenlijk is het. Een, een, ja, een pauze. Een onderbreking. Christus is de gezalfde. Trouwens, dat is een, eigenlijk een dubbelop. Want Christus betekent gezalfde. Hij is gezalfd. Maar zijn koningschap wacht nog. Precies. Staat helemaal een model. Uh, de, voor, voor, voor de huidige tijd. Van de huidige 2000 jaar, zeg maar. En dan heb ik er nog één. Maar die moet ik echt. Uh, moet ik heel kort over zijn. Maar het schaapsscheerdersfeest. Wat een woord, joh, Spreekt van de dood. En de opstanding van Hem. En nou, laat ik dan meteen de duidelijke hint geven. Je leest van de Heer Jezus, van de Messias, dat wordt in Jezaja al gezegd. Als een lam werd Hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor Zijn scheerders. Zo deed Hij zijn mond niet open. Hij werd geschoren. Hij werd geslacht, want dat is in feite synoniem. En de opbrengst daarvan, ja, dat is feestelijk. Hè? Dat is legaim, om, om zo te zeggen. Zo'n schaapscheerdersfeest, ik hou het eigenlijk, het, het is wel heel cryptisch misschien, zoals gezegd, maar dit is de hint. In Isaiah 53 lees je dat al. Het verwijst naar de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nabal, nou die hint die zal u ook niet ontgaan zijn, maar zij, ja, hij is een type van het volk van het oude verbond. Er was grote rijkdom aan hem gegeven, maar hij herkent de gezalfde niet. En hij wordt getekend als ja, dwaars, als beneveld. Uh, dat zijn trouwens allemaal benamingen die je ook leest van, van, van het Joodse volk dat nog steeds haar messias niet erkent. Dus ze zijn uh, beneveld. In Isaiah 28 wordt het zo genoemd. Het hart is ook versteend, verhard. God heeft hun hart verhard, versteend. En het is ook gedoemd om te sterven. Daar spreekt Nabal van. En dan komen we bij Abiaan, <laughs> Abigail. Nou, eigenlijk heb ik het al wel uh, ongeveer gezegd. Maar dat spreekt van het volk dat de ware David, terwijl hij nog geen koning is, al wel herkent, ja, herkent maar ook erkent. En ze maakt zich ook een met Davids manschappen. In feite een type ook van de Ecclesia, dat wat God zich vandaag verzamelt rondom uh, zijn zoon, de zoon van David. Zij maakt zich eens, ze, geeft, ze, ze eet met hen en ze geeft hen voedsel, ze verstrekt hen alles. En ze buigt zich neer voor David en ze noemt hem mijn Heer. Ja, en in de toekomst gaat dit volk, dat, en dan heb ik het vooral over, over het volk, dat hem, het Joodse volk, dat voor zover ze hem nu al wel er, erkennen, ja, dan zal God met dit volk een nieuw verbond sluiten. En dat is wat er met Abigail gebeurde. Ze kreeg een tweede huwelijk. Maar dat is een beeld van het nieuwe verbond dat met het volk gesloten gaat worden. Ja, eh, zodat daar een hele toekomst in ligt. Trouwens, zij ze, ze wordt ook moeder. Ook die wordt uh, genoemd. Maar dat is uh, allemaal buiten de sfeer van 1 Samuel 25. Nou, uh, wat ik er eigenlijk uh, met, met, met deze dingen, met deze ja, bespreking. Van 1 Samuel 25 heb willen zeggen is dit: Abigail verwijst inderdaad naar de woorden gods die in deze tijd gesproken worden. En joh, uh, ja, het is allemaal natuurlijk naar aanleiding van het voorstel en het opdragen van, uh, van de kleine Abby, uh, nou moet ik het goed zeggen: Abby, Hanna, uh, yeah. Elise. Sorry, ja. uh, in die namen, daar ligt zoveel besloten. En uh, Tineke die uh, schreef een paar, een paar maanden geleden toen ze al voorstelde van om, uh, om, het, uh, om op deze zondag hierover te spreken. Toen zegt ze: Ja, het zijn allemaal Bijbelse namen. En uh, wat kan er eigenlijk nog misgaan als je, als je weet wat dat betekent? En dat geldt inderdaad ook voor die kleine. Ze die, 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 die heeft er de hele tijd bijgezeten maar ik denk niet dat ze het straks na kan vertellen. Uh, maakt niet uit. Maar als je dat weet, uh, wat ze in de name zeggen over het Engels gesproken, nou, heel veel. Hè? God is degene, ja, de, de Vader die zich verheugt. Maar hij is ook degene die zijn, die genadig is en zijn woord gestand doet. Bij Ede, daar kun je vast op aan en dat is solide en dat is betrouwbaar. En uh, dat wilde ik graag vanmorgen met jullie delen. En wat een rijkdom is dat niet alleen voor, uh, voor die kleine en voor de ouders en voor... Voor alle die jullie lief zijn en dierbaar zijn, maar geldt voor ons allemaal. En uh, het leek me de moeite waard om dat uh, met elkaar zo ook te delen. En ik stel voor dat we nog een lied zingen. En ik heb hem hier nog, ik heb hem alvast uh, in de sheets uh, verwerkt. Daar juicht een toon, ja, uh, daar klinkt een stem. Dat gaat namelijk over de zonen Davids. En uh, laten we dat lied zingen. Ja, als we het over opstanding hebben, dan, uh, dan kun je dat eigenlijk ook niet zitten blijven zitten blijven om te zingen. Dat nou, juicht een toon, dat klinkt een dus. stem. Zullen we deze samenkomst nog afsluiten met dankgebed. Machtige God en Vader, we danken u voor dit samen zijn en voor het feit dat we met elkaar ook uw Woord mochten openen, de Schriften mochten bezien en ook niet alleen maar lezen wat daar staat opgetekend, al zoveel duizenden jaren geleden is beschreven en ook een geschiedenis die al zo lang in een grijze een verre historie hebben plaatsgevonden, maar dat we daar onder de oppervlakte ook zulke geweldige heenwijzingen mogen zien naar de Ene, de Ware. De echte zoon van David, degene om wie het in heel het Bijbels getuigenis gaat, degene om wie, op wie God zijn, zijn zegel heeft gezet. We danken u Vader dat dat allemaal inderdaad gaat over Hem die de dood heeft overwonnen, die het graf leeg achterliet eens en voor altijd, en Hij is een garantie dat het leven gaat triomferen en dat de dood uiteindelijk ook teniet gedaan zal worden. En dan is er geen dood meer, dan is er alleen nog maar leven. En wat een geweldige voltooiing zal dat zijn. U denkt groots, u denkt universeel, alomvattend, en u brengt. Alles tot een goed einde. Wat een geweldige God. U hebt dat zelfs gezworen. En dat bij voor u, en in de naam van uw zoon ook, Jaweh die redder is, elke knie gaat buigen en elke tong zal juichen en beleiden dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader. Heer, daarin bewijst u uw genade. En dat is ook de vreugde die in die de Vader heeft in dat, die, die geweldige voltooiing. Vader, we danken u dat we ook vanmorgen aan de hand van drie bijbelse namen zo mochten bezien wie u bent en wat de geweldige grootheid is van uw plan. We danken u dat we elkaar zo mogen ontmoeten, elkaar een hart onder de riem mogen steken, mogen wijzen op wie u bent en de geweldige rijkdom. Ja, in uw woord. En Vader, we zijn enorm bevoorrecht. Leer het ons te zien, te beleven, zodat we ook andere mensen van die rijkdom mogen, mogen delen. En zodat nog velen mogen vernemen hoe groot u bent. Want over u, en van u denken we altijd te klein, per definitie. Alles dragen we zo bij u op. In de naam van uw zoon, Jezus Christus, de redder van deze wereld. Amen.